In Elst is vandaag het sculptuurfestival afgesloten. Hier werden beeldhouwwerken gemaakt door 5 internationale beeldhouders. Vandaag is het resultaat te bewonderen en krijgen de beelden een vaste plek in het natuurgebied. Bij het sculptuurfestival worden er gewerkt aan 5 beelden met ieder een eigen thema. Jorg van Dalen, de organisator van het sculptuurfestival, heeft het thema sport en beweging. Ja, wij zijn 5 artiesten. Iemand uit Cuba, iemand uit Marokko, Duitsland, Nieuw-Zeeland en ikzelf als Belg. Wij maken hier op een 17 dagen maken wij ieder een sculptuur. Ieder heeft een thema gekregen en ieder heeft zijn min of meer dezelfde blok Belgische blauwe aardsteen gekregen. En wij moeten eigenlijk vandaag bijna klaar zijn. En wat is uw thema? Mijn thema is dans en, sport en beweging. Maar ik heb er dans van gemaakt omdat eigenlijk het idee was... Mijn broer is een viertal jaar geleden overleden. Hij was choreograaf-danser in Arnhem. En ter ere van hem doen we eigenlijk ook wel dit symposium. Dus ja, sport en beweging en dan dans als choreograaf was eigenlijk rap bij elkaar gebracht. De beelden zullen een mooie plek krijgen in Park Lingenzegen. Het doel van dit festival is om nationaliteiten samen te brengen, kunst en cultuur te promoten, maar vooral om de bezoekers wat creatieve educatie te geven. De beelden blijven hier permanent staan. Wij plaatsen ze ook in één keer. Straks worden er nog steentjes aangeleverd en zo. Dat alles in één keer is zoals het moet zijn. Het doel is natuurlijk altijd kunst en cultuur promoten, het park promoten is ook zeker een belangrijk thema, dans promoten. Ook een uitwisseling met diverse nationaliteiten die hier aan het werk zijn. En vooral het grootste doel is hoe dat mensen kunnen zien hoe dat van begin tot einde een beeld ontstaat. Van steen tot beeld.